formuleer weer eens je droom. Geef eens hoop aan je werk. Want als we dat niet doen, dan zijn we niet alleen middelmatig, maar dan drukt het alleen maar op onze schouders. Ik ben in een conferentie van hem geweest in Birmingham, begin van het jaar. Daar zei hij, oké, wat wil je in de krant staan over jouw parochie over 10 jaar? Nou, ga dat maar voor. Wat is de headline? Wat wil je dan dat er staat? De zielentogende of we hebben de laatste deur van de kerk gesloten? Of kunnen we nog hoop opwekken?